Carrie Underwood en Southbound hier op Radio 509. Het kan je niet ontgaan zijn. De radio bestaat dit jaar 100 jaar. En dat wordt aan alle kanten gevierd, ook hier in Hilversum. En van de week kreeg ik een appje van, ja, laat ik ze de feestcommissie noemen. Met de vraag, wil je meedoen aan een soort van radiofeestje waarin dan mensen vertellen over hoe het vroeger bij de radio ging. Wordt het een klein beetje opa verteld, maar goed, het kan wel voor een keertje. En dan of ik iets zou willen vertellen over de periode, de jaren 80. En dan met name over de radiopiraat. Want daar zat jij toch ook bij. En toen dacht ik bij mezelf, ja, was dat nou wel de periode waar ik het liefst aan herinnerd wil worden? Of, nou ja, goed, ik ga het gewoon doen. Ik ga er gewoon naartoe en ik ga vertellen over die periode. Want ja, ik kan er best wel het een en het ander over vertellen. En meteen kwam de volgende vraag, heb je ook nog wat fragmenten uit die periode? Fragmenten van radiostations uit die tijd. Of jingles, dat soort dingen. Zeg, nou, dan moet ik even zoeken. En dat heb ik gedaan. Ik ben even de zolder op gegaan. En ja, heb ik mijn oude platenkoffertje teruggevonden. Dat heb ik hier onder mijn desk staan. Ik pak het er nu even bij. Is een blauw KLM koffertje. Dat heb ik destijds gekregen van een tante die bij de KLM werkte. De sloten zijn alleen wel kapot, maar goed, dat maakt niet uit. Zo'n blauw KLM-koffertje, het handige daarvan was, er paste precies een LP, een langspeelplaat in. Want ja, alles werd toen nog met draaitafels gedaan. De LP of de plaat die er toevallig in zit is van Michael Jackson, het album Bad. Zit nog in het koffertje. Verder een aantal foto's. Ook wel leuk om weer eens te zien. En een bouwschema. Hoe bouw ik een clandestine radiozender? Helemaal uitgelegd hoe dat moet. Dat is altijd wel handig om even te bewaren misschien wel. En een aantal cassettebandjes. Cassettebandjes, ik doe het koffertje even dicht. Ik zet het weer even onder mijn desk. Een aantal cassettebandjes met radioprogramma's erop uit die tijd. En ik dacht, weet je wat, ik stop er gewoon eens even één in de cassette recorder. Eens even luisteren wat erop staat. Ik ben hier, ik meen een jaar of 16. Aan de telefoon hebben we Iris. Dag Iris. Hallo. Hoe is het nou? Heel goed hoor. Hey, jij wilde even de groeten doen, hè? Ja, ik wou even de groeten doen aan mijn zusje Daphne. Ja. En aan Femke. En ik wou even de hatelijke groeten doen aan Remco Bos. Hoe komt dat nou? Omdat het vreselijke lul is. Dat is ook weer uitgezonden. Ja, zo ging dat in die tijd. Alles werd gewoon ongecensureerd. Hup, zo op de radio. Dat kon allemaal gewoon. Het was geloof ik radioneutraal. Nou ja, goed. Lang geleden, meer dan 30 jaar geleden. En ja, toen ik ermee bezig was om die stukjes dan uit te zoeken, toen dacht ik bij mezelf, nou, meer dan 30 jaar geleden. Dat betekent dat ik dus al meer dan de helft van mijn hele leven bezig ben met in studio's zitten. Zo ongeveer elke dag. En ik heb nog een fragmentje. Even luisteren. Oh yeah. Zaterdagmorgen vroeg opgestaan en om 9 uur de radio aangedaan. Wat hoor ik daar? Het klinkt wel leuk. Het is die man van Kroon, die ligt constant in een deuk. Zaterdag inslag vind ik wel een beetje dom, maar het slaat in als een bom. Interviews, informatie en een hoop lawaai. Die Kroon klinkt soms als een papegaai. Ja. Nou ja, op die manier dus. Op een zolderkamertje. Ergens op het Hofplein in Hilversum. Ja, dat zit in mijn herinnering. Ik weet niet eens of er wel een Hofplein is, maar voor mijn gevoel Hofplein of Hofstraat, ergens midden in Hilversum, bij ene tante Connie of Corrie op zolder. Daar was dan de studio van dit radiostation. En nou ja, als ik het zo terug hoor, dan denk ik bij mezelf, de foto's uit die tijd zijn eigenlijk leuker om weer terug te zien. En ja, om het compleet te maken, wil ik ook even een liedje doen, of een plaat uit die tijd. Ik heb er hier eentje. Een origineel singeltje. Ik zal hem even opzetten met de draaitafel. Gewoon de pick-up, hè. Ah, die hebben we hier nog steeds in de studio. Even kijken of dat werkt. Even kijken. Ja, dat doet het gewoon nog. Even scherp zetten, want dat gaat natuurlijk niet vanzelf, hè. Zo, die staat klaar. Ja, zo ging dat in die tijd. En dan, draai je maar, hè. Ja. Met nu singeltje 11.830. Ja.
Het is van Huey Lewis in de News. Het komt uit het najaar van 1986 en het heet Hip to be Square.